Ja, dit is in het souterrain van de Jacks League op dit moment. Maar ja, Excelsior Maassluis is wat in nood en het publiek wil aangeven dat er echt wel steun is van de zijkant van het veld. Op die manier moet het op het veld een stukje beter gaan. Met z'n allen doen ze het in Maassluis op Sportpark Dijkpolder. OFC is de tegenstander. Dat is de nummer 17. Maar is al gedegradeerd. Dat lijkt ideaal natuurlijk voor de Maassluizenaren. Het begin is goed. Maar uiteindelijk ligt Cornelis twee keer in de weg. El Baat en de eerste poging van Ouali. Maar Excelsior Maassluis geeft wel aan wat het van plan is deze middag. Maar pas dan op, want ja, nogmaals, er zit geen druk meer bij OFC op natuurlijk. De kopbal was van Van den Heuvel, het leverde niet heel veel. OFC gepromoveerd en gedegradeerd, uithuilen en opnieuw beginnen. Maar Sluis wil natuurlijk gewoon aan boord blijven. Oh, box, ja, dan moet je wel opschieten. Bellarbi gaat daar voor de bal. En doelman Box denkt dat hij hem eigenlijk vrij gemakkelijk kan oppakken. Ja, Bellarbi heeft daar natuurlijk wel het recht om zijn kansen af te wegen. En dat doet hij. En Box houdt daar geen rekening mee. Komt uiteindelijk wel met de schrik vrij. Prachtige omstandigheden om te voetballen. Dit is De Fonseca. En weer El Baat die dan meegaat. Veel natuurlijk betrokken is bij het een en ander. Ouali, Ouali, niet de eerste keer dat hij schiet. En dan ligt Isha Bouwman in de goede hoek. Maar geeft Excelsior Maassluis toch echt aan dat het er zin in heeft. En dat het de opdracht heeft om doelpunten te maken. Probeert het ook. Heeft natuurlijk ook spelers aan boord met Wennekers en Langendijk die wel een doelpunt kunnen maken. Deze is aardig van Langendijk. Maar weer ligt Isha Bouwman in de weg. Heeft er toch alweer 15 in liggen dit seizoen. Maar 3 wedstrijden droog. Er moet weer water door de kraan gaan stromen. Nou, doet er nog iemand de deur dicht? Ja, anders kan Niels Butter zo door. Stijn Jacobs. De trainer die eerder kwam. Eigenlijk volgend jaar pas trainer zou worden. Maar uiteindelijk besloot om het als interim trainer te doen. Daar in de tweede helft. Inmiddels, want daar zijn we. Devin Plank. Met een aardige kans. De Fonseca. De Fonseca. Ja, waarheen eigenlijk? Waarheen gaat hij? En die bal gaat erin. Ja, hij is in een labyrinth terechtgekomen waarvan je denkt, hè, is de uitgang daar? Maar ja, die is daar wel. Het doelpunt. En dus wordt hij gefeliciteerd met zijn escape uit dat labyrinth. Maar kijk eens hoe goed hij dat doet. Bal wordt volgens mij nog wel aangeraakt, waardoor hij ook laag blijft. En Isha Bouwman verrast is. Nummer 3 van De Fonseca. En wat een vreugde levert dat op in Maassluis. Bouwman doet dit niet goed en wordt net niet verrast. Door Derks, die bal dus op dat middenveld kon opvangen. Eigenlijk in de betrekkelijke rust. Pieter Mulders, 3 wisselspelers meegenomen. Meer had hij er niet meer. Na een degradatie is natuurlijk de moraal helemaal verdwenen. De Fonseca. Langendijk, Langendijk en weer Bouwman. Ja, als je zo'n keeper hebt, vraag je je af waarom je gedegradeerd bent. Maar ja, Bouwman heeft wat dat betreft een iets wat labiele verdediging natuurlijk voor zich gehad. Maar toont zich hier echt van zijn beste kant. En zo hou je Maassluis dus ver van de overwinning hier. Hard Bouwman. In een duel met Devin Plank. Twee gaan ook allebei voor de bal. Wat dat betreft is Bouwman voor de duvel niet bang. En lijkt het erop alsof OFC echt nog iets te verdedigen heeft. De Fonseca. Langendijk is daar. Hier is een schot en de rebound voor De Fonseca. Nummer 4 van het seizoen. En weer is Bouwman ook geraakt. Maar met name de doelpunt te maken lijkt er ernstig aan toe. Bezorgdheid bij de spelers van Excelsior Maassluis. Die denken, wat is dit nou toch? Ja, hij geeft daar zelf die rebound weg natuurlijk. Dat doet Bouwman niet goed. En dan is De Fonseca aardig geraakt. Maar die goal, ja, daar komt geen verandering meer in. Zijn bijdrage aan de wedstrijd wel. Zijn vervanger is Caleb Muis. Het gaat niet meer, moet hij langs de kant toegeven. Langendijk is voor de goal. Daar in relatieve vrijheid. En uiteindelijk komt Weidenbos wel in de buurt. En de bal komt ook in de buurt van de goal. Maar gaat er uiteindelijk voorlangs. OFC trouwens boekte maar 4 overwinningen. 1 van die overwinningen was tegen dit Excelsior Maassluis. En wat gaat hier gebeuren? Een aansluitingstreffer, ja!
Ja, Niels Springer maakt deze goal. Het is niet een explosie van vreugde bij OFC. Maar het is voor Maassluis natuurlijk wel een dikke streep door de rekening. Kijk, daar zit de keeper boxmis. En de kopbal is dan van Max Veerman. En de goal van Springer. En dan is de marge weer angstig. Dan is de marge namelijk weer 1. Hier is Muis. Het scheelt niet zo heel veel, maar genoeg. Het is natuurlijk wel vaker dit seizoen geweest dat Maassluis beter was dan de tegenstander. Maar er geen goal kwam. Nu een potje vechten voor volwassenen. De hormonen spelen natuurlijk op met dit warme weer. Dan krijg je snel dit soort zaken. Mannelijke oppositie. Gelukkig is daar dan de vrouwelijke rust van Shona Sukrala. En met overzicht geeft zij twee mensen, Victor van der Linden en Kele Muis, een gele kaart. Dan deze actie van Weidebos. En kijk eens, alsof er een trein gestopt is. Allerlei mensen ineens op het veld, ook veel begeleiding. En houd dan het hoofd maar eens koel. Boven de 20 graden worden spelers tot de orde geroepen. En de scheidsrechter houdt het bij één kaart. En dat is de kaart voor Weidenbos. En daarmee heeft ze wel de rust terug op het veld. En Maassluis natuurlijk nog altijd maar op een kleine voorsprong. En het einde van de wedstrijd komt eraan. Twee man zijn er voor de goal. Eén daarvan is deze Langendijk. Langendijk, ja! Dit is het slotakkoord. Pieter Langendijk maakt zijn 16e van het seizoen. En daarmee is hij nu heel nuttig voor Excelsior Maassluis. Niet alleen maakt hij deze goal, maar hij vergroot de marge tot 2. En dan kun je eigenlijk wel zeggen, die 3 punten zijn binnen. Goed, het overzicht bewaard trouwens daar door Van Delft. En dan kan Langendijk afdrukken. En is het een mooie zonnige middag in Maassluis. Want er worden 3 punten bijgeschreven in de strijd tegen degradatie. Zoveel zal het toch wel zijn. OFC kan geen vuist meer maken. Tom Boks mag de bal gaan inleveren bij de scheidsrechter. De 3 punten zijn voor de trainer in het lichtblauwe shirt. Excelsior Maassluis leeft nog even.